boopy doopy doopy doop boop boopy doop. So, Mr. Sanchez, they're all yours. We vragen dat de winnaars van groep 5 zich dringend zouden begeven naar het sas van de eerling. Groep 5, dringend in het sas, alsjeblieft. Laten we even Mr. Sanchez uit Parijs volgen bij zijn keuring van deze kennis. Ze hebben er heel wat in Spanje, dat is duidelijk. Journey-trainer, maar die is ondertussen verhuisd naar groep 2 en nu is de grootste van allemaal de Eiltail. Geboren en getogen in het dal van de Eire en de Eire is een heel klein en zeer romantisch riviertje. En je zal zien wanneer hij wit is, dan is hij heel dikwijls een zwarte vlek ook wel op het oog of op de oren. En ik dacht dat hij op de oren kan je het hier duidelijk zien. Heel typisch voor dit soort terrier. Vroeger stonden ze samen op de whiskyfles, de West Highland White en daarnaast de Scottish. Tussen haakjes, als je zo'n lege fles vindt, niet weggooien, want ze zijn veel geld waard tegenwoordig. Dit is de Westie, West Highland White. Of dat juist is, ik zou het eens moeten weten. Maar ik denk dat het zoiets kan zijn. Hij bestaat ook, maar je ziet ze zelden, met hangende oren. De Sky Terrier. Tweede stuk van de fles van de whisky. De whisky en daarnaast de Scottish. Als je gerust mee de beruchte ingaat van Dos of Vos, moedig. En vooral heel sterk in het lopen. Het is een hondje dat uren kan lopen. Boop-b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 oop-